mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik doe het even backwalkend. Er is een heleboel gebeurd. Het is inmiddels al, even kijken, 5 uur. En sinds ik zeg maar gisteren de vlog heb afgesloten, sindsdien is er best wel veel gebeurd. Dus ja, ik heb mijn camera meegenomen, maar ik vergeet mijn geheugenkaart ook mee te nemen. Dus daarom kon ik niet zeg maar filmen. Dus ik hoop dat jullie daarvoor begrip hebben. In ieder geval Samir en Mo die zijn hier zo voor mij aan het wachten. En let's go. Ik ben hier met de enige echte O7O Samir. Ja? Dat komt nu in beeld. Samir. Yo. Wat is gebeurd? Jullie, wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Waarom? Gastje, het is gewoon een normale zaak dit. Wat is normaal zo? Oh, deze auto. Neef. Dat komt door hard werken, jongens en meisjes. Daarom, ja, mensen denken alles is onmogelijk. Nee, hard werken, hoe oud ben jij? En dan denken ze dat ik een drugsdealer ben. Nee, hoe drugsdealer? Kijk, zeg je eerlijk? Die witte bekleding doet het hem. Nee, dat is je had eerst een andere met zwarte op het oog. Nee, deze is beter. Deze is beter. Ja, Samir. Gucci op Gucci op Gucci. Ja, jullie zien het, hè? We doen het. Volg hem op Instagram. Zoals jullie zien, ben ik nu bij de wasstraat en ik ga weer de auto schoonmaken. Yeah. Nu komt klein geld in je auto hebben goed van pas. Is dat hierin? Nu is hij hier. Dus klein geld altijd handig. Ik ga even lekker deze autootje schoonmaken. Ik ben nu lekker even aan het liggen. Ik kapot. Auto schoonmaken. Ja, ik ben met broeder van andere moeder. We gaan samen slapen hier zo. Hij geeft mij deze gezicht, deze. Broeder van andere moeder is lekker aan het koken. Je ziet hem niet, maar we hebben hier al lekkere broodjes. De cheddar zit er al in. Dit kan nu wel eraf, want het is al bijna tijd. Zo zit, meet bij mother, bij brother. Hè, wie erin doen? Dan moeten we weer af. Moet er één of twee in? Twee. Schiphol vanmiddag. Een honderd taxichauffeurs. Baklava. Water. En daar komt nog patat en hamburger zijn nog onderweg. De concurrentie zeggen de protesterende taxichauffeurs. En in Frankrijk waren taxichauffeurs ook erg boos. Eet smakelijk. Ik ben helemaal moe. Hoi Sammy. Broeder van andere moeder is hier voor mij. Niet op beeld, nee. Nee. Maar goed, ik ga nu even richting moskee. We gaan even richting moskee. En ja. Sammy! Streken van Sammy! Bezigheid maakt ze boos, die mannen keken anders. Met die levensmannen, ze weten van me, wij bleven anders. Ja, kan niet met die teven hangen. Ze weten van me, ik rook me bier, dat ze niet. Ik heb het echt zo warm, hè. Gisteravond kwam ik thuis, ik viel in slaap. Ik heb niet eens gegeten, niet gedronken. Ik word wakker gemaakt door verbouwers.
Een half jaar waren ze hier zo, bij mij aan deze kant. Nu zijn ze naar de overkant gegaan. En nu zijn ze zelfs in het weekend bezig met verbouwen. Ik serieus, ik werd wakker. Ik dacht van oké, het is vrijdag of iets. Want normaal gesproken werken ze niet in het weekend. Ja hoor, in het weekend zijn ze aan de overkant aan het boren. Ik zweer het je. Ik weet niet wat je hier tegen kan doen, maar ze zijn al zo lang bezig met verbouwingen hier. En ik weet niet eens wat ze precies doen. Ik zie niks veranderen. Vesti, als jij kijkt, ik mag jou niet. Maandenlang hebben jullie mijn rust verstoord in de ochtend. Zoals jullie misschien in een andere vlog al hebben gezien, werd ik wakker gemaakt door een pol die dacht even om in de ochtend vroeg om 8:30 hier bij mijn balkon te gaan boren. Het was een kleine vlog, kwam ik erachter toen ik het aan het editen was. Beetje raar, want af en toe heb ik van die dagen dat ik wel mijn camera steeds pak. Het lijkt alsof ik veel heb gefilmd, maar uiteindelijk als ik zo bekijk, is het bijna niks. Is heel weinig. Ik dacht van ik had heel veel gefilmd, maar blijkbaar niet dus. Dus sorry mensen als het een beetje een kleine vlog is. Ik was mijn geheugenkaart vergeten. Ik had mijn camera wel bij me, maar ik was mijn geheugenkaart vergeten. Pas vanaf 5 uur ben ik gaan vloggen. Dus excuses nogmaals daarvoor. Ik hoop dat jullie toch hebben genoten. Ik hoop dat jullie toch nog even een blauw duimpje omhoog kunnen doen. Heb je dan nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan even. Plaats even een leuke reactie. En zie ik jullie hopelijk morgen weer. En natuurlijk sluit ik af met een... Eindje.